Er zou ook een kei onthuld worden daar. En dan zouden zowel Monique als Sandra ook een soort speech nog houden. Ja, en dat gaat dus ook allemaal niet door. Dus tuurlijk, ik denk dat er zeker verdriet is. Want uiteindelijk, deze twee gezinnen, die hadden daar ook gewoon als hoofdpersoon moeten verschijnen. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat drie brandweermannen omkwamen bij de brand in scheepswerf Beuving in de Punt. De weduwe zouden dan een monument onthullen. Maar de weduwe van brandweerlieden Adde Kregel en Egbert Ubels zijn daarbij niet aanwezig. Aanleiding zou een opmerking van de brandweercommandant van Eelde zijn geweest. Dat ging over het onthullen van het monument. En daar hadden Monique en Sandra eigenlijk hun idee over om dat door de kinderen te laten doen. En dan werd door de commandant van de brandweer Eelde tegen hun gezegd: oh nee, hè, komen de nabestaanden nou alweer op de eerste plaats? En dat is eigenlijk de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen. Volgens de gemeente ligt het iets genuanceerder. De weduwen zouden het niet eens zijn met de uitnodigingen die de organisatie heeft verstuurd. Er stonden een aantal namen op de lijst waarvan de beide weduwen gezegd hebben: die willen wij er liever niet bij hebben. Maar het gaat mij, het gaat de gemeente te ver om nabestaanden, familie, niet uit te nodigen bij zo'n herdenkingsbijeenkomst. Ja, de gemeente geeft dus de reden op dat ze bepaalde mensen niet op de bijeenkomst wilden hebben. Maar daar hadden ze zich in eerste instantie hadden ze dat ook gezegd, maar naderhand hebben ze zich daar duidelijk bij neergelegd. Dus dat is helemaal niet de reden. Wat is de reden wel? Nou, wat ik aan heb gegeven, eigenlijk de reden is dat er met hun wensen geen rekening wordt gehouden. En dat er is gezegd van, komen ze alweer op de eerste plaats, de nabestaanden. De weduwen willen vooral rust. Zij willen nu liever binnen eigen kring herdenken. De nabestaanden van de derde omgekomen brandweerman, Raymond Soyer, zijn zaterdag wel bij de besloten herdenkingsdienst. Die wordt bij de brandweerkazerne gehouden. Aansluitend is een openbare herdenking bij het kampje in Eelde.